Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij de allerlaatste aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal, waar we nog 3 wedstrijden moeten doen. De eerste wedstrijd is Bulgarije tegen Frankrijk. En het is gewoon de laatste aflevering weer. Het kan best een lange aflevering worden, want we moeten nog 3 wedstrijden. En wedstrijden die kunnen soms wel eens verschillen van lengte. Soms ben ik klaar in 4 minuten, soms duurt het wel eens 10 minuten voor een match. Maar dat zou in ieder geval dat het onder het half uur moet blijven, daar zouden we toch voor moeten kunnen gaan. Dus laten we dat proberen. We beginnen in ieder geval met de combo 4 goal. Dat is altijd een lekker begin van de wedstrijd. Dan zit je er in ieder geval soort van lekker in. En nu is het hopen dat we nog verder kunnen komen en nog een mooi combo goaltje kunnen maken dan zoals deze. Dan hebben we de eerste kleine sprint al gedaan. En dat is voor Frankrijk weer een stuk lastiger om terug te komen. Het is altijd het prettigst natuurlijk als je ervoor kan zorgen dat hun de team special move niet unlocken. Want dan gaat jouw snijbalk weer een heel stuk omlaag. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het is de laatste paar wedstrijden niet, volgens mij niet helemaal gelukt om die snijbalk tegen te houden van de tegenstander. Maar ja, misschien dat deze aflevering wel lukt. Met, ik dacht echt dat ik een combo 7 goal ging maken. Dat zou deze wedstrijd een hele goede lading geven. Het zit er niet in, maar misschien wel een combo 4. Nee, ook niet. Wordt tegengehouden door de keeper. Dat is een beetje sad. Frankrijk met de mooie tenues. De mooie lichtblauwe tenues. Daar hou ik altijd wel van. Maar wij zijn de mooie rode geunlockte Bulgaars team. Wat nog steeds vet is. Want we hebben daar heel veel van die tovenaarskaarten van moeten fixen. Voordat wij deze teams unlockte. We zitten op combo 4. Oh, we zaten op combo 4 zo early op het veld. Dat betekent dat ik gewoon naar de combo 8 had kunnen gaan of zo. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Nou, dan moeten we de combo opnieuw beginnen. Maar ze hebben ons al gewoon ingehaald. Zie je dat met de snij? Ik weet niet wat ze hebben gedaan, want ze hebben nog geen goal gemaakt, maar het zal wel. Nee, die telt gelukkig niet als combo volgens mij. Oh, ofwel. Dan gaat het opeens heel slecht. We hadden een goed begin van de wedstrijd, maar dat valt nu een beetje tegen. Nee. Ik had deze aflevering leuker willen beginnen, maar helaas zit het er niet in. Ik raak weer ballen kwijt op momenten dat je denkt van hoe kan dit? De kans dat hun een special move gaan krijgen, een team special move, is zeer groot. Nu, waarom paast ze niet gewoon naar de... Ik merk wel hoe verder ik in de game kom, het is nu de laatste aflevering, hoe meer ik me ga irriteren aan sommige mechanics in de game. Zoals dit bijvoorbeeld. Er is niemand waar ik naartoe kan pasen. En het is ook niet dat je dan even kan wachten zeg maar, met pasen. Want dan is je bal weer afgepakt door de tegenstander. Zie je, ze hebben nu nog een team special move. Dan gaat onze balk nog verder van omlaag. Dit wordt echt, echt een hel deze wedstrijd. Nou, gebruik hem. Paas hem dan een keer gewoon naar een medespeler, jongen. Oh, ze gebruiken hem nog niet eens. De team special move. Dit wordt echt een hel. We gaan hard verliezen van Frankrijk. Combo 7 goal. Nee, natuurlijk niet. Gaan we hem nou nog een keer gebruiken of... Kijk hoe dik we achter staan. Dit is niet goed. We zijn weer helemaal bij nul, zie je dat?
En we staan ook qua punten ook nog eens dik achter. Dit is geen goede match. Hier, en dat is dan de combo 1. Wat een bullshit. Nee, hoezo paste hij dan nog een keer? Maat. Afpakken. Goed zo. Tuurlijk verneukt hij de combo weer. Uiteindelijk nog een betere snarbalk gekregen. Wel een lange wedstrijd geworden. Wow, hoe durft dat beest? Ik dacht dat ik hem afkeerde. Oké, we hebben gewonnen. Gelukkig. Ik zag het alweer helemaal gebeuren dat we in de pan werden gehakt door Frankrijk. En als we iets niet willen, is het in de pan gehakt worden door Frankrijk. Door de slakkeneters. Dat willen we niet. Oké, meteen maar door naar de ene laatste wedstrijd tegen Engeland uit. Kijken of ons dat beter afgaat. Ik hoop het, want dit was geen goede wedstrijd voor de laatste aflevering. Oh, en we raken de bal meteen kwijt. Dit is geen goed teken. Pak hem af. Goed zo. Oeh, er stond niemand vrij. Wat een verrassing. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Oh, wacht. De hele tijd al. Kabooming. Kom op, een goaltje.
Hoorde je dat? This is terrible! Nee, dit is amazable, bedoel je? Kut. Kut. Dat ging niet goed. Kom op, afpakken. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Combo 5, ja, lekker. Oké, nice. Meteen beukertje maar tegen die kop aan. Boom! Oh, ik dacht dat het erin zou gaan. Kut, hoor. Pak hem maar. Ja! Blooming! Oh, dat was slecht. Dat was niet goed. Oké, pak hem af. Ja. Iemand vrij. Soort van vrij. Combo 5, lekker. Daar stond niemand. Oeps. Dag Avery, de haatje slur, kibooming. Oh. Laten we hem niet op tijd lossen, dat is super kut. Oké. Lekker. Dit was een fijne wedstrijd. Een snelle wedstrijd ook. En er kwam iets door de brievenbus. Waarschijnlijk weer een brief van de Belastingdienst. Oeh, bijna. Lekker. Oké, nice. Nog eentje. Bulgaria! Nou, dankjewel. Nog één match, boys and girls, en dan is deze serie afgelopen. Kunnen jullie het geloven? Nog één wedstrijd tegen. Scandinavië uit. Oké, spannend, spannend. In het mooie stadion. Dat is wel leuk om de serie mee af te sluiten in dat mooie stadion. Hello. Over to you, Jacqueline. There is much I see here in the Nordic International Stadium. I love everything about the Oops, dat ging niet goed. Peter
Hoe? Waar ging die dan naartoe? Oké, okay, nog een keer proberen. We zijn nog scoreloos, dat kan natuurlijk niet gebeuren. Hoe? Top. Hoppatee, op je kanus. Boom, op je canis. We do be loving putting that on your canis. Oh, dat ging niet goed. Gratis goaltje, schiet er verder niks mee op, want de snij die wordt daar niet beter van. De snijbalk. Kut, kut, dat was zo dichtbij, oh, zo dichtbij. Zet Milaninkje. Afpakken, nee, dank je. Lekker, kijk, dat is een goal die we willen. Hoppatee. Goed. Beuk tegen Jarsus en nog een combo goaltje maken. Dit gaat niet goed. Nee, dat was niet combo goal waardig. Gelukkig hebben we meerdere mogelijkheden om een slurk af te pakken. Niet alleen beukers, maar gelukkig ook van die vet, coole special moves. Kut, er vloog niemand. Maten en matinnen, daar vloog niemand. Keep hold of the quaffle. Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria. Ja, ze hebben een team special move. Ik was er al bang voor dat het zou komen. In ieder geval een combo 6 goal kunnen scoren. Dat is erg helpend. Steals it.
Kut. Ze mogen de Team Special Move niet gebruiken. Nice. Nice, ze hebben de Team Special Move niet kunnen gebruiken. En dan wordt hij de laatste snipe catch van deze serie. En het is ook nog eens de korte catch. Nice. Lekker ring. Nice. Lekker ring. We hebben weer de victory, inderdaad. Lekker hoor, lekker. Kampioenings! Het is met groot plezier dat ik dit jaar's Quidditch World Cup to Balcaria. Lekker ring. En vuurwerk. Daar hadden we natuurlijk van dat er vuurwerk is. Omdat Milan Inc. gewonnen heeft. Twee Quidditch cards gewonnen. Ik wil jullie bedanken. Voor het kijken. Van deze geweldige serie. The Childhood is relived. Het was leuk. Het is een beetje repetitive. Had de serie zo lang hoeven duren? Misschien niet. Maar we hebben in ieder geval wel in elke niveau... de World Cup gehaald. We hebben maar één wedstrijd verloren in 2 afleveringen geleden. En verder hebben we eigenlijk alle wedstrijden gewonnen van de Quidditch World Cup. Dus eigenlijk zijn we gewoon heel erg goed in de game. Dat is uiteindelijk waar je natuurlijk wat eigenlijk de conclusie is van deze serie. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering en van deze serie. De volgende serie wordt waarschijnlijk weer een Harry Potter serie met mijn grote vriend Rusty. Ik zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.